In de voetsporen van Jos Leurs. Kunstschilder in de Provence. Zijn werk, zijn leven, zijn passie. Op het terras zit Gargamel, een markant dorpsfiguur, welke door Jos is geschilderd. Ali, c'est moi. Salut les Hollandais. Les flamands. In het binnenland was het stralend zonnig, maar in Saint-Tropez bewolkt en regenachtig. Je hebt nou heel veel nodig met dit weer, al die okers en die bruine en die grijze. Met dit weer in Saint-Tropez. Heeft het nog nooit meegemaakt, maar goed. We zijn niet niks hierheen gegaan, dus we gaan gewoon werken. Voor Jos is dit heel moeilijk, omdat het licht dan niet goed is. Hij mist de zon en de schaduwen, maar gaat het toch proberen. Ik ben niet meer gewend, dit is leuk. Jos is niet tevreden over zijn resultaat. Hij neemt dan ook een radicale beslissing. Ik kom daar niet goed tegen. De afloop. Daar. Volgende keer beter. Dus pech gehad. C'est fini. Als je in Nederland bent, ontkom je er niet aan om in Amsterdam te gaan schilderen. Deze stad is voor kunstschilders een uitdaging. De vele grachten en oude gevels nodigen uit om geschilderd te worden. Het werken in een grote stad als Amsterdam geeft een bijzondere inspiratie. Vooral door het mooie licht op de gracht. De onrust van een grote stad en de bewegingen van de vele mensen probeert hij vast te leggen in zijn schilderijen. Hier heeft hij te maken met heel andere kleuren en sferen dan in de Provence.